Welkom bij deze video. En die gaat wederom over appels. En ik uh, kies willekeurig appels, die stop ik in een uh, zak. En uh, ik ben nog geïnteresseerd in de som uh, van het gewicht van die appels. En in het gemiddelde gewicht van die appels in die zak. En allebei zijn uh, dus een stogast. En ik kan even opschrijven wat het is. De som zou ik kunnen opschrijven als uh, S. En dat is de som van de gewichten van die appels. Nou, daar heb ik ook stogasten voor geïntroduceerd. AI voor het gewicht van appel I. En allemaal zijn ze normaal verdeeld met uh, ja, mas, uh, uh, gemiddelde mu a en uh, standaardafwijking sigma a. Hier komt mijn som dan, dat is dus de som van die, uh, van die jongens daar. Ik heb er n appels in gedaan, dus uh, a1, a2, et cetera, tot en met an. En ik ben ook geïnteresseerd in het gemiddelde, en dat is uh, dit hele handeltje, maar dan gedeeld door, gedeeld door n. He, dus we kunnen stochasten bij elkaar optellen, maar je kan er ook andere berekeningen mee doen, bijvoorbeeld zo'n heel ding delen door n. En er is eigenlijk een klein wonder aan de hand hier, want beide deze stochasten zijn opnieuw normaal verdeeld. En dat is van tevoren helemaal niet echt duidelijk, dat is een uitkomst van de kansrekening, dat de som van normaal verdeelde stochasten opnieuw normaal verdeeld is. En zelfs het gemiddelde van die stochasten dan is ook nog steeds normaal verdeeld. En eigenlijk gaat deze video over dat we de variantie en de standaardafwijking en het gemiddelde van die stochasten ook kunnen uitrekenen. En dat doen we met behulp van de wortel-n-wet. Eigenlijk bestaat de video eruit dat we die wortel-n-wet ook afleiden. En uh, ja, daar gaan we dan. Voor een deel lijkt het op wat we ook wel voor binomiale verdeling hebben gedaan. Want toen hebben we ook gekeken naar een som van, ja, eigenlijk nog makkelijker verdeelde stochasten. Uh, en het gaat hier op, op dezelfde manier. He, ik, kan hier, uh, ik kan hier om te beginnen maar even de verwachtingswaarde uitrekenen, dat zou dan de verwachtingswaarde van die som van appels zijn, gewichten van appels, is dus gewoon weer de, uh, met die regel daar rechtsboven, de somregel voor de verwachtingswaarde is de som van de verwachtingswaarde van de individuele appels. En aangezien die allemaal op dezelfde manier verdeeld zijn met verwachtingswaarde mu... krijg ik hier gewoon n keer de mu van a. Dat is uh, makkelijk. En uh, ook de variantie voor uh, s is uh, met de wet daar uh, goed te doen. Waarbij we even moeten afvragen van zijn die, uh, hè, zijn die x en y wel onafhankelijk? En bij ons zijn dat dus de verschillende appeltjes... En dat is natuurlijk zo, want het gewicht uh, van de eerste appel die ik gegrepen heb willekeurig. heeft geen invloed op het gewicht van de tweede appel die ik eventueel nog uh, grijp. En zo verder. Dus we kunnen die somregel gebruiken. en we krijgen hier uh, de variantie van A1 tot en met uh, de variantie van An. En uh, ja, de variantie is niet een parameter. maar we weten wel dat die de sigma in het kwadraat is. Dus dan krijg je n keer. De sigma van a in het kwadraat. Oké, dat gaat goed. En de uh, standaardafwijking van s. is de wortel van de variantie van s. En dat is dus de wortel van wat daar staat. De wortel van n keer sigma a in het uh, kwadraat. En uh, wat gebeurt hier? Dat is uh, de wortel van n. die kan ik dus er buiten halen, zeg maar zeggen. En de wortel van iets in het kwadraat. Is dat ding zelf. Mits het uh, positief is. Oké. Okay, uh, dat was uh, de som. Dus dat ging redelijk recht toe recht aan. Dan hadden we eigenlijk alleen maar deze regel nodig. En uh, ja, als we nou gaan delen door uh, n voor dat gemiddelde. Dan wordt het iets ingewikkelder. Want ja, binnen die berekening kan je die n als een soort constante uh, beschouwen. En uh, ja, je kan stagasten met constant vermenigvuldigen. En dan is er het volgende gedrag. Te zien bij de verwachting, variantie en standaardafwijking. Nou, kijk, die constante kan ik bij de verwachtingswaarde gewoon erbuiten halen, dus dat is eigenlijk uh, makkelijk. Waarom is dat zo? Uh, zeker in het discreet geval deed je gewoon telkens de kans keer de uitkomst en die sommeerde je allemaal. Nu worden de uitkomsten allemaal zeker zo groot, maar dat betekent dat ook dat die som dus zeker zo groot wordt. Voor de variantie kreeg je naar de uh, uitkomst. Minder uh, verwachting. En uh, die ging je kwadrateren. He, dat waren telkens die uh, dingen in je sommatie. Nou, je verwachting wordt zeker zo groot. Uh, je x wordt ook zeker zo groot. Maar dat betekent dat die kwadratische afwijkingen c kwadraat keer zo groot worden. En vandaar dus die term c kwadraat hier. En dan vervolgens als ik een wortel neem. Dan, uh, ja, dan heb je de wortel van die uh, c kwadraat is weer gewoon c. Dus de standaarddeviatie wordt... Als ik mijn stochast met een constante 7 menigvuldig, gewoon zeker zo groot. Oké, okay, daar gaan we. Um, bij uh, e van uh, g is dus de e van uh, s gedeeld door n, waarbij die n dus gewoon als constante gezien kan worden, en die mag ik volgens die regel gewoon erbuiten halen. Dus het is uh, 1 gedeeld door n keer de e. Van s. Nou ja, en de e van s die wisten we toevallig ook al, dat was n keer mu, dus hier komt gewoon uh, mu a weer uit. Dus de normale verdeling van het gemiddelde heeft dezelfde parameter mu a als de verdeling van de appel. En dit was het gemiddelde in die zak met n appels. Hè? Dus uh, de variantie van het gemiddelde is, uh, weer kijk ik even naar rechts, hè, want het is de variantie van. S gedeeld door n en uh, dan mag ik die c erbuiten halen, maar wordt een c kwadraat. Dus dan wordt het 1 gedeeld door n kwadraat keer de variantie uh, van S. En de variantie van S was n keer uh, sigma kwadraat. We doen nou gedeeld door n kwadraat, dus dan wordt het al met al sigma kwadraat gedeeld door n. En dat is natuurlijk sigma a. Oké, okay, en tot slot... Daar zijn we dan de standaarddeviatie van het gemiddelde is de wortel van wat we net al hebben uitgerekend van de variantie van het gemiddelde. En dat is dus wortel sigma A kwadraat gedeeld door N is sigma A gedeeld door de wortel van N. En eigenlijk zijn er dus een soort van twee wortel-N-wetten. Het gaat ten eerste om die wortel-N die je hier ziet staan, die bij de standaarddeviatie van de som van het gewicht van die N-appels. En hier die wortel-N voor het gemiddelde gewicht van die appels in die uh, zak. Dus vandaar wortel-N-wet. Je weet nu waar die vandaan komt. En je gebruikt hem dus als je uh, een som hebt van N dezelfde stochasten. Die normaal verdeeld zijn om de standaarddeviatie uh, van de, zowel de som als het gemiddelde van die uh, zo gasten te kunnen uitrekenen.